kleine Schnitzelmarken, echt österreichisches, originell Karlsschnitzel, Wiener Schnitzel mit Anchovies, Zitronen und Kapertjes. Gascon, Karlsfleis gebruiken we. Uit Frankrijk. 120 gram gaan we van de Karlsbovenbil gebruiken. Tegen de fasen gaan we het snijden, damit het hees malz wordt. Dan gaan we een beetje met een hammer een beetje plateren, damit het vlees voor het malz wordt. Die weten niet viele mensen. Als je dat water opsproeit en dan ga je dat frituren, door het water gaat het verdampen en dan gaat het hele schnitzel souffleren. Zout, peper, gaan we het lekker mengen in het bloem. Dan gaat het in het ei. Zo. Dat is Wiener Panade, noem je dat. En dan heel zacht in die broodkraam smengen. Je mag het ook nooit plat trokken, anders gaat het nooit zo vlieren. Die kalfsschnitzel in de panade, die gaan we nu in de ostenwit bij 175 graden uitbakken. Dat het vet is heet, pakken we die. Gooi die heel zacht in het ostenwit. En belangrijk is schrotten. Je moet het echt de hele tijd schrotten. En dat is ook een beetje spelen met die temperatuur. Dat de kleur ook lekker gelijkmatig bruin wordt. En nu kan je al zien dat het begint een beetje het water onder die panade een beetje te souffleren. Hij moet souffleren, anders mag je het geen schnitzel noemen. En gewoon ga ik het vier keer ga ik het draaien, dan is het van alle kanten lekker goudbruin. Als de kleur gelijkmatig goudbruin is, dan weet ik dat het goed ben. Zo. Dan gaan we de hele schnitzel een beetje met fleur de sel afmaken. En een saus van anchovies, citroenen en kapertjes. Dit was hem. Kalfsschnitzel, Gascon kalfsschnitzel met kapertjes, citroenen en anchovies. Lust je nog een video? Dat treft, want er staan er meer dan 1300 voor je klaar. Abonneer je op het YouTube kanaal of schrijf je in voor de nieuwsbrief. Dan hou ik je wekelijks op de hoogte van nieuw materiaal.